Op deze wederom schitterende zondagmiddag in ons camperland zijn we aangeland in De Haai in Bergijk. Hier is de weekend Kei van De Haai. En een van de mannen die mij regelt is, hier even met Peter Abraakepeer. Waar is Kei van De Haai en waarom? Ja, de Kei van De Haai, dat is ontstaan het 50 jaar jubileum van de buurt. En dat moet gevierd worden. En ook in het verleden, de jubileums van 15, 25 en 40 jaar, hebben wij fantastische dingen gedaan. Ja, we zitten hier in een agrarisch gebied. We hebben allemaal een agrarische achtergrond. En dan komen wij toch alweer gauw uit op tractors. Ja, ja, en dan is het de Kei van De Haai. En waarom de Kei? De Kei? Ja, kijk, de Kei. Het is trekkers in het verleden ooit begonnen met de steen. Met gewoon een kei voor trekken. Met een kei voor trekken. En daar zijn we hier nou dus ook aan het doen. En het is natuurlijk een hele mooie zin, hè? De Kei van De Haai. Ja, dat pakt gewoon. Hè? Dat pakt hartstikke goed en het is hartstikke goed. En we staan niet tussen jouw tractors, Peer. Dan moeten we zeggen, dat is nostalgie. Daar houden wij ook hier van in Kempeland. Ja, zeker. Hè? Het is ook een tijdreis. Hè? Een 50-jarig jubileum. Ja. Maar, en dan gaan we een klein beetje kleiner tussen terug in de tijd. Want hier is het eigenlijk gewoon een rijdende geschiedenis hier. Hè? Ja, ja. We kunnen zeggen dat een tijd en een tractor een chauffeur nodig had. En niet zo'n flauwe manneke die met een gummistick kan sturen tegenwoordig. Ja, inderdaad. En toen een tractor nog echt een tractor was. Echt een tractor was. En ik ga met jullie hier vanmiddag allemaal laten zien. En wat er nog meer te doen is allemaal, dat kan je straks wat horen. We staan hier bij Doris. Doris, we staan hier bij jou een tractor. Dat is nu? De Pampa. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik er nog nooit van gehoord heb. Ja. Van jaar is hij? Van 54. Maar het allerfrappantste vond ik, je begon hier net om hem op te starten. Dat heb ik nog nooit gezien. Leg eens uit uw Duitse werkje. Ja, dat is eigenlijk een gloeikopmotor. Ja. En het principe van een gloeikopmotor is dat hij een deel in de cilinderkop heeft, waar dus niet gekoeld is. En dat moet voorgestookt worden met een brander. Dan wordt eigenlijk rood gloeiend. Ja. En dan, Proces is nou gaande, ja? Ja, hij is nou aan het opwarmen. En als hij dan zijn temperatuur in, als die kop rood gloeiend is, dan spuiten dat diesel op. En dan, als hij hem dan in de compressie gooit, dan ontploft hij en dan is hij vertrokken. We zijn benieuwd, Jan, wil me volgen, maar maak je een beetje zeggen een verloper van een diesel? Ja, het is eigenlijk een. Het is een diesel. Het is eigenlijk verwarmen. Ja, het is een diesel, maar hij loopt in principe op alles waar. Wat brand. Dus, Schitterend, we gaan hem volgen, dankjewel. Dat is goed. En Eskie steelt in Bergijk op De Haai.
En je weet dat Kees Pruit in de buurt woont. Ja, natuurlijk, dan moeten er ook artiesten bij Kees. En dan heb je heel de weekend voor gezorgd voor de artiesten. Waar is er allemaal geweest en wat komt er nog? Nou, we hebben als hoofd echt Royal Beat gehad gisteravond in de tent hier. En dat was hartstikke druk. Dat was een feestje, lekker volle tent. Nou ja, dat is een goede feestband en het was een feestje, dus dat kwam goed uit. Dus precies goed. Ja. De zondag, de tractors zijn nog bezig, die houden straks op. En wat gebeurt er dan nog? En dan gaan we aan het eind van de dag een boerenbierborrel doen. En de boerenbierborrel, dat betekent dat we eigenlijk klaar zijn met het evenement en dan nog een beetje afzakken hier met een bier en een bandje erbij. En dat bandje is uit Bladel en Reuzel, de band Reminder. Ah, mooi. Ja, die spelen zo'n een beetje. Ja, hele oude country muziek. Dus dat past hier bij die hele oude tractoren die hier de hele weekend aan die keien getrokken hebben. En country muziek is ook plattelandsmuziek, hè? Ja. En we draaien al het hele weekend plattelandsmuziek. Uiteraard, hoort er ook een beetje bij. Die mannen, de Reminder, die maken het vol heel de avond. Nee, die spelen tussen 6 en 8. Het is een beetje een afzakkertje, zeg maar. En dan draaien we daarna weer gewoon wat plaatjes. De gast waren we vandaag bij buurtvereniging De Haai. Die bestonden 50 jaar en hadden er een prachtig evenement van gemaakt. We hebben genoten van de geur van de ouderwetse tractors, van de benzine, van de diesels, Westweerhurt. En de tent, daar kunnen we nog goed vandaag, dat zie je hier achter mij. Dit was Kai op De Haai. Jij weer tot de volgende. Bedankt. Houdoe.